Wel, het is zo dat ik zelf merkte toen ik 40 werd, dat naast het feit dat ik een groot feest heb gegeven, dat er toch wel een en ander veranderde. Dat wil zeggen, mijn omgeving. Het zat toch met een paar vragen hoe het ging met mij en of ik het aankon en wat die leeftijd deed. En toen dacht ik, oei. Hè? Ja. Ben je er toen pas over gaan nadenken dan? Van... Wel, eigenlijk wel. Eigenlijk merkte ik in de aanloop er al naartoe en de moment zelf en ook het 40 worden, dat er toch iets verandert. Als ik vroeger op een set kwam en mensen zeiden, hoe oud ben je? En ik zei 38, zeiden ze, ah. En als ik nu zeg, binnenkort 44, ah. En dan volgde me, maar dat zou het ook niet zeggen. En dan denk ik, dus wat verwacht men gelukkig nu nog? Hè? Ja, of gelukkig niet. Ja, want ja, wat verwacht men van een vrouw van 40? Ja. Of 1 of 2 of 43? Dus toen heb ik met wat vriendinnen gesproken en bleek dat die toch allemaal zoiets hadden van ja, wij zijn een rare groep veertigers. Hè. Voor onze mama's was dat allemaal veel duidelijker, voor onze kinderen zal dat misschien ook duidelijk. Maar wij zitten zo een beetje tussen, tussenin. Ja, nog vlees, nog vis. Mm-hmm. Wij zijn het niet oud, maar ook niet jong meer. En dus ben ik dat gaan uitbreiden en heb ik samen met Lieve, met heel veel vrouwen gesproken. Dat moet toch wel een ongelooflijk kippenhok geweest zijn? Ja, vandaar dat we probeerden van er niet meer dan 5 aan onze tafel te hebben. Dat was een beetje een kippenhok, maar zeer gezellig. Ja, zeer gezellig. En dat heeft mij ongelooflijk ontroerd hoe oprecht en eerlijk en gul de madammen waren waarmee we aan tafel zijn gaan zitten. Ja. Iedereen heeft echt zijn hart op tafel gesmeten en heel open verteld wat hun vragen, twijfels, angsten zijn. Hè. Want er is natuurlijk niemand van de vrouwen die we spraken wil terug 20 zijn. Dus dat is nee? het goede nieuws. Nee, echt unaniem. Niemand. Hè. Daarentegen is er toch ook wel een beetje geklacht en gezaagd. Hè? Ja, ja. Want als je mij bijvoorbeeld iets geeft om te lezen nu, dan moet ik dit doen. Jij houdt het hier en ik moet dat doen. Dus de leesbril is een klassieke natuurlijk. En dat zijn allemaal dingen die dan in het boek terugkomen? Van precies. Die anekdotes, zo hebben we met die vrouwen gepraat en dan zijn we gaan schrijven in hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een column van mezelf. Mm-hmm. Dus echt geschreven in het holst van de nacht waar ik de censuur heb uitgezet. vanuit mijn hart en soms vanuit mijn tenen of vanuit mijn buik, whatever. En dan volgen er dus de verhalen van de vrouw, de twijfels, de angsten. Maar we hebben ook, omdat we het niet te zwaar wilden maken, maar het moet natuurlijk ook wel ergens over gaan, hebben we ook gewerkt met portretten van vlees en bloed, hebben we die genoemd. Die gaan over vrouwen. Natuurlijk, om de anonimiteit te bewaren, hebben die een andere naam gegeven en zo. Dus zijn dus portretjes gemaakt die heel herkenbaar zijn. Lijstjes met do's en don'ts enzovoort.